Goedenavond allemaal, mijn naam is Youssef en ik ben hypnotiseur. Ik help mensen om af te komen van hun burn-out en depressie. Tijdje geleden heb ik een... Tijdje geleden heb ik een boek geschreven, Zelfhypnose. En ik wil graag van gelegenheid gebruik maken om het boek uit te leggen. Het boek heet Zelfhypnose. En het is, ik heb het geschreven een tijdje geleden, maar ik had eigenlijk geen tijd gehad om een review te doen. En ik denk dat het gewoon echt best leuk is om samen met jullie ideeën over deze boek, over dit boek delen. Okay? Dit boek is geschreven, zelfhypnose, omdat ik weet dat veel mensen willen eigenlijk zelf aan de slag gaan. Om hun probleem op te lossen. Ze hoeven eigenlijk niet iedere keer naar mij toe te komen. Dus dit boek kunnen ze zeggen aan de slag. Ik gebruik na de sessies, ik leer eigenlijk mensen zelfhypnose tijdens de hypnosesessie. Omdat ik wil eigenlijk graag dat de mensen ook in tools hebben om zichzelf te kunnen helpen als zij naar huis gaan. Omdat je weet eigenlijk hoeveel stress, emotionele zaken, zeg maar, probleem veroorzaakt voor mensen. Dus op zo'n manier kan ik hun helpen om hun eigen problemen op te lossen. Oké, even over het boek. De boek heet Self-Hypnosis. Hier. En dat ben ik eigenlijk toen ik jonger was, hè. Net als alle foto's op de cv's, hè, die bijna 10 jaar jonger zijn. Maar in ieder geval, die heb ik geschreven en ik wil eigenlijk met jullie inhoud delen, review doen, om aan te geven hoe dat in elkaar zit, wat het boek waarover gaat en hoe kan je dit boek best gebruiken. Het boek bestaat uit 11 hoofdstukken. En het eerste stuk gaat over wat is hypnose. Je weet dat iedereen heeft een bepaalde idee over hypnose. En in dit boek wordt gewoon uitgelegd wat mijn opvattingen zijn over hypnose. En dat kan je ook goed hier lezen. Een probleem van mensen die niet over hypnose weten, weten niet eigenlijk wat de effect hypnose heeft op hun leven. Dus die hier ook uitgelegd of hypnose gevaarlijk is. Dat wordt gewoon hier uitgelegd en van tevoren zeggen, het is niet gevaarlijk. Ze vragen aan mij iedere keer, is hypnose gevaarlijk en wat is de bijwerking van hypnose? En ik zei, enige bijwerking van hypnose is dat jij rustiger van wordt. En in omstandigheden waar wij ons in bevinden, ik denk dat ontspannen te zijn, relaxen zijn, is echt een pre en dan kan je die goed gebruiken. Volgende stap is dat veel mensen echt heel enthousiast reageren en ze denken, we kunnen met hypnose alles doen. Maar dat is niet waar. Je kan eigenlijk heel veel dingen doen, maar niet alles. Dus sommige dingen moet je eigenlijk heel diep ingraven om te kijken wat aan de hand is. En de emoties die in ons lichaam vastzitten, dan moet je ook andere middelen hebben om dat weg te kunnen krijgen. En dan ga ik uitleggen hoe dat zelfhypnose te werk gaat. En dan verschillende stappen van zelfhypnose worden gewoon uitgelegd in dit boek. En we komen bij de deepening. Hè? Wanneer jij iemand hypnotiseert, moet je eigenlijk verdiepen om aan een echt probleem te komen. Dat heb je ook nodig. En dan, wat moet je doen om uit hypnose te komen? Dat wordt gewoon ook uitgelegd. Dat is een laatste stap van hypnose sessies. En een van de
voorbeelden van goed hypnose is dat, dat je goed gehypnotiseerd kan worden, dat je een goede subject bent. Dat betekent dat jij goed kan in hypnose gaan. Omdat, net als veel dingen, ik vind eigenlijk hypnose is een soort een soort kracht van jezelf, hè, om een goede visualisatie te maken, maar dat kon je ook ontwikkelen. Net als fietsen of autorijden. In het begin weet je dat niet, maar als je blijft gewoon oefenen, dat kan je ook eigen maken. De volgende stap is dat wanneer wij mensen hypnotiseren, sommige mensen kunnen gewoon heel snel in hypnose gaan. En wij noemen die mensen somnambulist. Dat betekent dat zij somnambulist is degene die heel snel in hypnose gaat. En slaapwandelaar, dat is somnambulist. En dat gaan we ook leren hoe je dat stap kan bereiken. Omdat hoe makkelijker jij in hypnose gaat, hoe makkelijker het is om veranderingen te laten plaatsvinden. En dan, je merkt dat gewoon echt heel veel dingen, je doet heel veel dingen, maar je gaat niet in hypnose. En staat hier ook een hoofdstuk, hoe jij best kan zorgen dat jij wel in hypnose gaat. Hoofdstuk 10 gaat over verschillende middelen om te gebruiken om mensen in hypnose te brengen. Dat is een mechanische middelen of psychologische middelen om mensen in hypnose te kunnen krijgen. En dan, ik heb gewoon echt een hoofdstuk aangeweid en ten applicaties van zelfhypnose. Waar kan je zelfhypnose best gebruiken? Zoals ik zei, je kan niet in alles gebruiken, maar best veel dingen kan gebruiken. Dingen die met de gewoontes te maken, met een ontspanning te maken, dingen die jij wil veranderen. Dat kan je wel, zeg maar, met zelfhypnose gaan gebruiken. En de toepassingen worden gewoon hier ook uitgelegd. En de beste hoofdstuk is hoofdstuk 12 van dit boek. En dat gaat over zelfhypnose en nieuwe methode. Omdat zelfhypnose eigenlijk, als jij gaat denken, 1000 jaren wordt zelfhypnose gebruikt. Zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog of Tweede Wereldoorlog wordt hypnose gebruikt om mensen, zeg maar, te verdoven. En dan operatie te laten uitvoeren door middel van hypnose. Okay? En met een nieuwe methode, ieder jaar men ontwikkelt zich en dan op het gebied van hypnose zijn ook nieuwe technieken technieken ontwikkeld en die kun je ook gebruiken om die hypnose eigenlijk deel maken van jouw dagelijkse leven. Wat bedoel ik ermee? Alle stappen die je doet, kan je ook een bepaalde betekenis aangeven. Je kan een sluier uitdoen om aan te geven wat erover gaat. Bijvoorbeeld als jij aan het douchen bent, dan je visualiseert dat gewoon alles wat je in je lichaam is als een vieze dingen, zijn de dingen die van jou af moeten. Ja? En dan dat ga je visualiseren en dat ga je ook toepassen tijdens het douchen. En je merkt dat gewoon ook die in jouw lichaam gaat werken. Sommige mensen denken dat hypnose alleen wordt gebruikt als je problemen hebt. Als jij ergens in zit, dan moet je eigenlijk hypnose gebruiken. Ik zeg, dat klopt, maar dat is niet alleen. Omdat dat kan je ook gebruiken als je verder wil komen, hè, in je leven, in je carrière, in jouw studie. Wat dan ook, hè, in jouw geheugen, als je geheugen wil verbeteren, dan kan je ook hypnose voor gebruiken. Dus er zijn veel dingen kun je gewoon hypnose voor gebruiken om verder te komen. En met een nieuwe methode, dat kan je eigenlijk in het dagelijkse leven je hypnose toepassen.
En dat wordt gewoon uitgelegd in dit boek. En dan vervolgens het laatste stuk wordt gesproken over verschillende feiten over hypnose. Hoe dat tot stand zijn gekomen, waar wordt gebruikt en allerlei dingen wordt gewoon in het boekje uitgelegd. Het boekje kan je bestellen via mijn eigen site www.hypnohelp.nl of via een link in de chat gedeelte. Dat de link in Amazon kan ik daar bestellen. Maar als je via website bestelt, dan kan ik voor jou ook handtekening opzetten met wat jij wil, zeg maar, bij hebben. En dan krijg je gewoon thuis gestuurd. Okay? Ik hoop dat deze video handig is of goed was geweest voor jou. En als er vragen zijn, opmerkingen, noem maar op, laten we weten. En dan kom ik hier echt zo snel mogelijk op terug. En dan als je een bepaalde opmerkingen hebt, dan laat het weten. Via mijn website www.evenhal.nl of via Facebook. Je kan op verschillende manieren contact opnemen met mij. Okay? Fijne dag verder en tot de volgende video. Doei!